ouder worden gebeurt vanzelf, hè? En daar horen een paar rimpels bij. Maar mocht je daar nu echt aan storen, dan kun je er wat aan laten doen. Maar de stad na een plastische chirurg is wellicht wat groot. En er zijn nog zoveel meer mogelijkheden. En daarover vertelt Mireille van Jolies Centrum voor Huidverbetering. Ja, ik ga straks natuurlijk dankbaar gebruik maken van het feit dat ik hier uitgenodigd ben. Want we gaan kijken hoe het met mijn huid gesteld is. Maar ik ben ook heel benieuwd hoe dat nou eigenlijk komt en onder welke invloeden je huid kan verslechteren. Ja, nou, stress, roken en te veel zon. Dat zijn eigenlijk de grootste boosdoeners wat huidveroudering betreft. Maar ook je leefwijze, je voeding en eventueel medicatiegebruik spelen een grote rol daarin. Ja, maar gelukkig zijn er tegenwoordig heel veel methodes om je huid te verbeteren, hè? Welke behandelingen kun je toepassen? Nou, je moet bijvoorbeeld denken aan intensieve peelings, maar ook rimpelcorrectie. Dat is volgens de bioskinjetting methode. Dan ga je echt die huid specifiek alleen op die rimpel behandelen. Maar ook bindweefselmassage, dus een hele intensieve bindweefsel, onderhuids bindweefsel masseren en mesotherapie. Oké, en wat is dat dan? Mesotherapie, dat is een behandelmethode waarmee het hyaluronzuurgehalte gaat aanvullen in de huid. Want naarmate we ouder worden neemt dat dus af. Dat is dus het vermogen om het vocht vast te houden in de huid. En daardoor verlies je dus volume en elasticiteit, waardoor ook weer rimpels kunnen ontstaan. Door dat aan te vullen ga je ervoor zorgen dat die huid dus weer meer volume krijgt, weer meer elasticiteit krijgt, maar ook de structuur verbetert. En doordat het een huideigen hyaluronzuur is, is het een van de meest natuurlijke anti-aging methodes die er zijn. En ja, je krijgt dus echt gewoon een hele mooie, heldere, frisse uitstraling. Zijn er nu veel ontwikkelingen in die beautybranche? Nou, de basisbranche is een klein beetje terughoudend eigenlijk, vind ik zelf. Maar de laatste ontwikkelingen die er nu wel zijn, waar wij wel heel blij mee zijn, is de ontwikkeling van de DNA Skin Matrix Mapping. En daarmee ga je dus eigenlijk het DNA bekijken. Wat of dus inderdaad in jouw genen bepaald ligt voor 60% hoe jouw huid zal gaan verouderen. En dat is echt wel een van de nieuwste technieken. En dat, ja, het maakt het heel mooi persoonlijk. Zo krijg je echt een advies, heel ruim advies. Over voeding, maar ook over behandelingen en zeker over producten. Verschilt dat nu eigenlijk per persoon wat je huid nodig heeft? Ja, dat scheelt zeker per persoon. Daarom maken we ook aan het begin van een behandeling, voordat we mee iets starten, een grondige huidanalyse. En dan daardoor kan je dus echt heel gepersonaliseerd werken. Ik ben heel benieuwd of ik een beetje mijn best heb gedaan, hoe het met mijn huid staat. Nou, dan gaan we daar eens naar kijken.